Oké, goedemiddag. Bedankt voor mij uit te nodigen. Goed, ik ben altijd vereerd dat ik hier mag komen. Hè. De vraag was 50 jaar sterrenkunde naar aanleiding van 50 jaar Urania. Maar 50 jaar Urania, dat klopt, maar 50 jaar sterrenkunde, dat geeft dat de indruk dat de sterrenkunde nog maar 50 jaar bestaat. Onze wetenschap is de oudste wetenschap. Ik oefen het oudste wetenschappelijk beroep op aarde uit. En dat is zeer eerbaar. Huh? Goed, ja. Maar het is wel waar dat in die 50 jaar dat Urania bestaat, de sterrenkunde toch wel belangrijke evoluties meegemaakt heeft. Het is een fantastische periode die ik zelf heb mogen meemaken, professioneel dan. Hè? Dus 50 jaar geleden was ik er dan ook al. Hè? Dus een periode van enorme vooruitgang en daar wil ik het toch wel een beetje over hebben om dat te duiden. Hè? En dat was ook wel een beetje de vraag. Hè? Hoe was de sterrenkunde 50 jaar geleden? Hoe is we vandaag? Wat is er gebeurd? We gaan niet chronologisch alle grote ontdekkingen per jaar bekijken, dat hoeft ook niet. Ik probeer een paar grote lijnen erin te vinden. 50 jaar geleden, wat was er speciaal? Nationale feestdag, hè? Eddy Merckx die nog eens de Ronde van Frankrijk wint. En dit in dit geval Aldrin op de Maan. Ik ga het daar niet over hebben, we gaan het niet hebben over Eddy Merckx. En eigenlijk ook niet zoveel over de Maan. Waarom? Omdat we niet alles kunnen doen. Want dit was toen het voorname evenement. Maar eigenlijk, ja, goed, dat is belangrijk geweest ook om beter tot avond zonder stelsel de geschiedenis ervan, structuur van planeten te begrijpen. Absoluut, hè? Ja. Goed. Ja, maar het is niet het enige. Kijk, waar stond de sterrenkunde toen? Eigenlijk, maar als ik het, hier zijn veel woorden en dat zal maar voor een paar slides zijn, hè? Maak u niet te veel zorgen. Heel mijn leven ook ben ik geconfronteerd geweest met het feit dat er collega's wetenschappers zijn die vinden dat ze veel serieuzer zijn dan wij. Dat zij tenminste voorspellingen doen die meetbaar zijn en dat ze accurate metingen kunnen doen. En dat die sterrenkundigen daar eigenlijk maar heel kwalitatief te werk gaan en dromers zijn en verhaaltjes vertellen. Goed. Dit is iets wat ik heb zien veranderen. De mogelijkheid daartoe. En het gaat eigenlijk voor een stuk daarvan gaan. Maar die verhaaltjes, pas op, dus ja, we hebben misschien wel een zekere traditie van te rap bepaalde conclusies te trekken. De speculatieve ideeën die in de geschiedenis van de sterrenkunde zijn opgedoken, ja, zijn zo talrijk en soms een beetje beschamend. Daar was men toen al over. Hè? Maar het globale idee van de kosmische evolutie, dat was toch nog eens in kinderschoenen. Hè? Dus 50 jaar geleden was eigenlijk de grote doorbraker gekomen experimenteel met kosmologische achtergrondstraling, dat het heelal inderdaad een begin gehad heeft met de oerknal. Maar in die periode, 50 jaar geleden, was daar nog heel veel sceptisch over. De evolutie van het heelal kon je wel zien, want wat dan men ook al stelkens aan gezien had, dat sterren, hè? Sterren zelf evolueren. Hè? Dus het is vooral na de oorlog, dus vanaf 1916 met het boek van Eddington over de Internal Structure of Stars, 1926 was dat, dat men begrepen heeft wat dat sterren zijn en dat, dus na de oorlog heeft men doorgehad hoe ze evolueren en die tijdschaal van de evolutie van de zon bijvoorbeeld, die scheen goed te kloppen met de tijdschaal die uit de expansie van het heelal kwam. Hè? Dus dat was al een beetje in de goede richting. Maar voor de rest was men eigenlijk nog niet helemaal ver. En over de evolutie van sterrenstelsels en planetenstelsels was er nog niet veel geweten. Bijvoorbeeld 50 jaar geleden was het nog altijd gangbaar de hypothese van Jeans te volgen, die zei dat ons planetenstelsel eigenlijk een heel uitzonderlijk fenomeen was geweest, die door getijdenkrachten van een botsende ster uit de zon was gehaald enzovoort. We weten dat dat niet waar is, we weten dat de meeste planeten schijven hebben, we gaan daar nog iets over zien. Maar we hebben die planeten gevonden en we zien ze ook in het hele geheel. Een aantal dingen waren aan het doorbreken. De nieuwe technieken waren ook aan het doorbreken. En ja, daar vond men allerhande wonderen mee. De jaren 60 is het decennium van de pulsars en de quasars. Dus, en de radiosterrenkunde dan ook. Goed. En dus dat begon steeds interessanter te worden. En dus ja, sterrenkunde toonde eigenlijk allemaal wondere fenomenen, maar die onze fundamentele fysica steeds meer in vraag begonnen te stellen. Sterrenkunde werd stilgezaam gezien als een laboratorium van astrofysica. En dat begon mensen te interesseren.
En hoe is dat dan gegaan in die laatste 50 jaar? Dat is zo'n beetje de samenvatting. Kijk, jawel, we hebben een soort paradigma voor alles. Dus het heelal heeft een geschiedenis. En elk fenomeen in het heelal heeft ook zijn geschiedenis, die past in dat grote geheel. Goed. Dus die oerknal daarmee is onze tijd begonnen, is die geschiedenis begonnen. En dan zijn er dus verschillende fases geweest, de sterrenstelsels zijn vormd, de sterren enzovoort. Goed. Maar het moet allemaal passen. We weten, er is één geschiedenis. Nu moeten we de verschillende fenomenen daarin passen. We moeten weten of dat de boeren krijgen nu voor de Franse Revolutie of erna was, zo van die dingen. Hè? Goed. En begrijpen ook wat die verschillende fenomenen zijn in dat groot geheel. We hebben in zekere zin een globaal paradigma. Paradigma in de zin, een globaal kader waar tegenover we al ons onderzoek en ons begrijpen situeren. En waarom kunnen we, want dat helpt ons, we hebben dat kunnen vinden, maar het belangrijkste van wat ik ga vertellen, of het in zekere tijd gaat daarover gaan. Dus we hebben natuurlijk als wetenschappers de neiging om blij te zijn en trots te zijn dat wij zo'n diepe gedachten kunnen hebben over het ontstaan van de kosmos. Ja, maar uiteindelijk, hoe komt het dat wij zoveel kunnen weten? Voor een groot stuk dankzij de technologie. En daar gaan we het over hebben. In die 50 jaar het voornaamste is geweest dat de technologische mogelijkheden enorm zijn toegenomen. Dat we dus gewoon ja, veel meer kunnen weten en veel nauwkeuriger kunnen meten. En dus dat idee van gewoon naar een ster kijken en een beetje daar diep over nadenken, ja, wordt nu volledig aan de kant gezet door heel nauwkeurige metingen te doen van verschillende aspecten enzovoort en daaruit fysische hypotheses ondersteunen of eventueel tegenspreken. Dus, en we zullen zien, hoge precisiewetenschap. Ik wil daar een paar spectaculaire voorbeelden voor naar voren brengen. Dus we kunnen wat dat we willen weten grondiger bestuderen, dat is duidelijk. Maar dan is er toch nog altijd iets dat de sterrenkunde nog altijd zo leuk maakt. Dus we kunnen die metingen fantastisch doen, maar we over het algemeen, het interessantste wat we vinden is iets wat we niet echt gezocht hadden, maar dat we dan toevallig vinden naast hetgeen wat we zoeken. Dus de zogenaamde serendipity. En dan heb je voorbeelden de laatste 50 jaar, de gamma ray bursts, en dan heb je dus nu die radio bursts diep in het heelal, maar we hebben dus ook die gravitationele straling, maar met de manier waarop daar elementen gevormd worden. Exoplaneten dicht bij een ster. Enfin, een heleboel ideeën die we niet verwacht hadden, hè? En die blijken zo te zijn. Dat betekent dus dat onze verwachting te simpel was. En misschien is het heelal soms simpeler dan wij, maar we zaten ernaast. Wij extrapoleren. En ik schrijf dat altijd zo, ik zeg dat altijd zo. Uiteindelijk moeten we toegeven hoe slim dat we ook zijn en hoe veel we aan speculatie doen. Het heelal heeft nog altijd meer verbeelding dan wij. En dat is voor mij ook een reden om sterrenkunde te doen. Het is een fantastisch detectieve verhaal waar je hele mooie dingen mocht ontdekken. Ja, en dus diezelfde, enfin, ik heb een heel goede relatie met collega's theoretisch fysica, hè, en komt daar enorm verstandige mensen tegen die verschrikkelijk prachtige en diepe ideeën hebben. En toch durf ik zeggen, het heelal heeft veel meer verbeelding dan zelfs de meest briljante theoretische natuurkunde. Daar ga ik misschien over, dat heb ik al zo vaak verteld in het verleden. Hè, dus we bestuderen het heelal vanuit de wetten van de fysica. Het is astrofysica geworden. Je hebt hier Newton met zijn appel, hè, dus die appel viel naar beneden op dezelfde manier zoals de maan aan de aarde vasthangt. Dus de gravitatie is universeel. Elektromagnetisme en magnetisme ook. Je moet eens, als je die Orion ziet, zegt hij dat is fantastisch. Ik vind dat heel romantisch naar Orion kijken. Ik zal je zeggen waarom. We hebben geleerd wat zien is. Zien, dat is elektromagnetische straling die door een bron gemaakt wordt, die op ons oog valt, door de lens gefocuseerd wordt op het netvlies, maar een draadje verbonden wordt met de hersenen, daar gedecodeerd wordt en we krijgen een prentje. Maar het begint met elektromagnetische straling. Hè? Als ik nu die sterren zie, daar komt licht van, dat op mijn oog valt. Die sterren weten dus ook hoe ze elektromagnetisme moeten doen. Hè? Ja, het kan niet anders. Dus en inderdaad, als we dat licht analyseren, zien we dezelfde spectrale lijnen en een volledig hetzelfde elektromagnetisme. Ook de wetten van elektromagnetisme zijn universeel. Dus wat is de grote romantiek van naar de sterren te kijken? Dat is, wauw, op Betelgeuze gelden de wetten van Maxwell ook. Dat is toch een heel diepe gedachte. Dus de fysica van overal en dan, dus in die 50 jaar, hebben we enorm veel
evolutie meegemaakt. Op verschillende gebieden van technologie. He, dus golflengtebereik, ruimtelijk oplossend vermogen, gevoeligheid van metingen, nauwkeurigheid van metingen, zowel van helderheid als van snelheid. Tijdsmetingen ga ik iets over zeggen, ook het aantal objecten die gemeten kunnen worden. En dan gaan we zien of we nog tijd hebben om nog een paar andere dingen te zeggen achteraf. 1. Golflengtebereik. Ik neem aan he, dus dat voor de meesten onder u helemaal niet echt nieuw is, maar het is wel belangrijk dat we er nog eens iets over zeggen. Dus licht is een golf, he, dus met een bepaalde golflengte. Hier is de golflengte lang en hier is ze steeds korter en korter en korter. Wel, die golflengte zegt iets over het soort licht. Het zichtbaar licht zit hier. Dus golflengte is van de orde van een fractie van een micron. Langere golflengtes zijn dan infrarood, he, voorbij rood. Aan de andere kant van blauw hebben we ultraviolet. En nog korter hebben we X-stralen en gamma-stralen. En aan de rechtse kant hebben we voorbij infrarood, microgolven en radiogolf. Dus de golflengte is een karakteristiek voor de soort straling. Maar dus de straling die wij van op aarde zien, is enkel hier. We kijken dus door een heel klein venstertje. Kijk, hier hebben we dat. He, dus hier hebben we het hele spectrum, van ergens de verre X-straal tot de verre radiogolven. En hier hebben we dat klein venstertje, he, van blauw naar rood. En wat is die lijn hier? Wel, dat is de mate waarin de atmosfeer van de aarde de straling die van buiten komt absorbeert. Dus in de X-stralen, gamma-stralen, X-stralen, het UV, komt er niks door. Niks. We kunnen niet naar de sterren kijken van op aarde, want de atmosfeer laat het niet door. Hier wel. En dan verderop hebben we, daar zeg ik straks nog iets over, nog een aantal vensters hier. In het radiogolfgebied met radiotelescopen komt het er ook door. Hè? Dus dat zien we dan hier. Hè? Dus op die manier. Maar eigenlijk het zichtbare stukje sterrenkunde wat we doen, is een heel klein venstertje. We staan naar de hemel te kijken vanuit zo'n middeleeuwse toren met zo'n smal venstertje en we kijken naar daar. En dan plotseling door die ruimtevaart die boven de atmosfeer gaat, waar we dus al die andere instrumenten kunnen zien, kunnen we dus de hemel zien in andere kleur. Maar natuurlijk ja, als zo'n boom in een bos staat, zo'n toren in een bos staat en je kijkt zo'n venstertje daar, en als je dan een venstertje hinder hebt, wat zie je? Bomen en bomen. Is met een nieuw venster open te doen, weten we meer. Huh? Als we het dan gewoon hetzelfde zien, is dat niet zo interessant. Wel, jawel, we weten wel meer. En dat is zo'n beetje die symboliek hier. Hè? Ziet hier, zichtbaar licht een oog, ja, weet ik wel. Hè? Maar infrarood, dat is dan warmtestraling en dan ook een microgolf en de radio. Maar als we naar hier gaan, ultraviolet, dan beginnen we al een beetje bang te worden. X-straal, hops, dat gaat door uw handen, gamma rays, dodelijk. Hoe korter de golflengte, hoe meer links, hoe hoger de energie van de straling. Gamma-stralen die zijn zo energetisch dat ze uw vel kunnen kapotmaken. Zelfs UV-straling hè, is iets energetischer dan zichtbare straling. Het is de UV-straling die de cellen van onze huid kan kapotmaken en zorgen voor huidkanker. Als wij kijken naar die andere golflengtes, naar de wereld in die andere golflengtes, dan zien wij andere regimes. Als wij in zichtbaar licht kijken, gaan we inderdaad de wereld van de sterren zoals de zon zien. In het ultraviolet zien we de wereld van de hetere ster. In X-stralen zien we de wereld van alle heel hete kosmische rampen. Hè? Supernova-uitbarstingen, neutronen, sterren en dus materie die invalt op het centrum van de melkwegstelsel. Allemaal extreme evenementen. Aan de andere kant, in het infrarood, zien we de laag-energetische wereld, waar het koud is. Waar tussen de sterren, nieuwe sterren, geleidelijk aan geboren worden uit gas dat geleidelijk aan samentrekt. Goed, dus elk stukje van het spectrum toont ons een ander stukje informatie. En het is het samenbrengen van al die informatie over verschillende golflengtegebieden dat ons enorm veel vooruitgang gegeven heeft. Ik kan daar talrijke voorbeelden van geven, maar dan, dit is op zich, hè. Al een reeks van 4 seminaries, ik heb dat een ander al eens gedaan zoveel jaar geleden, dat is niet de bedoeling om dat nu in te halen. Dus gewoon door dat golflengtebereik uit te breiden, hebben we zoveel meer informatie. En wij zijn in zekere zin detectives die met een beperkte hoeveelheid informatie veel dingen vragen moeten oplossen. Ja, dus door inderdaad nu meer te hebben dan dat smal kijkgat, maar het hele spectrum met een arsenaal aan ruimtevaartinstrumenten ter beschikking te hebben, ja, kunnen we de problemen beter oplossen. Voor de iets meer fysische onder u, ik vind dat een heel mooie figuur. Kijk, dus dit is hier een melkwegstelsel. Huh? Goed. Dit is een melkwegstelsel. Dus
sterrenstelsel, nogal een actief sterrenstelsel. Het heet Circinus, de Circinus Melkweg. Bon. En heb je die donkere wolken in enzovoort. Wel, eigenlijk die donkere wolken, dat zijn de koude gebieden, hè, waarin nieuwe sterren geboren worden. Waarom is een wolk donker? Wel, welke wolken zijn de donkerste? Degene die het dichtst zijn, hè? En ijle wolken, daar kun je doorkijken. Die dichte donkere wolken, dat zijn degenen met meest materie samen. Het is daarin dat de nieuwe sterren geboren worden. En dat is eigenlijk een ster, een galaxie, dat heel, heel, heel veel sterren maakt. En dat komt omdat dat het resultaat is van twee galaxieën die in elkaar aan het overlopen zijn. En dan wordt de materie samengedrukt en dat genereert stervorm. Goed. Eigenlijk weten we dat in die galaxie er ongeveer 100 keer meer sterren per jaar worden geboren dan bij ons. Dus dat is een gigantische starburst galaxy. Goed. En dus hier zien we zichtbaar licht. Hier is donker. Hè? En kijk, dat is het spectrum. Dat is het spectrum van die galaxie. Hier hebben we golflengte. Dus hier zitten we eigenlijk al in het verre infrarood. Dat is ver infrarood. Waar is het zichtbaar licht? Hier ergens. Het zichtbaar licht is een heel klein stukje. Dat is de logaritmisch dan nog, hè? Dus dat is, als dat de 1 is, is dat 10, is dat 100, is dat 1000. Het zichtbare licht is maar een heel klein stukje van het geheel. Dat is hetgeen wat we zien. Het meeste komt van die donkere gebieden in infrarood licht. Ja? Goed. Infrarood licht. Ja, waarom? Waarom maken die vele vormende sterren infrarood licht? Eigenlijk doen ze dat niet. Wat is de energiebron van een ster? Dat is die kernfusie daar in het centrum. Dat zijn kernreacties. Welke licht komt daaruit uit die kernreacties? Gammastraal. Alle licht wordt geboren in gammastraal. Bij de hinder. Heel ver. Bij zeer hoge energie. Maar dat kan niet zomaar uit de ster. En dat wordt dan uiteindelijk ontbonden in een hele hoop minder energetische, maar heel veel meer fotonen. En dus naarmate dat boven verder gaat in de ster, wordt dat X-stralen en UV-stralen. Als er buiten komt, is het zichtbaar licht of UV-straal. Dat zit dan in zo'n grote wolk, waar al dat stof het zichtbare licht absorbeert. Dat gaat er ook niet door. We zien het aan de zon. Het is, als er een beetje viezigheid is in de atmosfeer, het rode licht komt er nog door als het blauwe en het groene er helemaal uitgefilterd is. Dus de kortste golflengte worden de een na de andere eruit gefilterd. Natuurlijk, dat stof neemt dan de helderheid op en wordt rood. Nee, wordt warm. En uiteindelijk, dus het licht wordt geabsorbeerd, tot het getransformeerd is tot de golflengte die er wel uit kan. Waarvoor de wolk wel transparant is. En dat is infrarood. Ver infrarood. En dus al dat licht dat eigenlijk hinder bij die kortste golflengte is geboren, komt er vooral uit bij golflengte van de orde van 70, 80 micrometer. Ja? Dus je ziet, het is een multi-wavelength story. Hè? Dus we moeten met die verschillende golflengtes in contact komen om het te begrijpen. Ik had ook gezegd, nauwkeurige positie bepalen. En positiebepalingen, dat is belangrijk. Dat is de oudste sterrenkunde die er bestaat. Dus zeggen waar een ster aan de hemel staat. Ja, een sterrenbeeld, hè. Dus daar is een ster en daarin en daarin en daarin. Goed. Waarom zijn posities belangrijk? Om uw sterrenbeelden te vinden, dat is één ding. Maar eigenlijk ook om te zien hoe de sterren bewegen. Hè? Als staan de sterren altijd op dezelfde positie, je ziet ze niet zo gemakkelijk bewegen aan de hemel, maar... Dus de eerste sterrenkaart was gemaakt door Hipparchus in de 2e eeuw voor Christus. En Halley in de 17e eeuw heeft vastgesteld dat de ster Arcturus echt serieus elders al stond dan Hipparchus in zijn catalog had. Dus zo zien we bepaalde dingen. Posities zijn ook heel belangrijk om afstanden te bepalen via de fameuze parallaxen. Parallax. En wat is een parallax? Dat is gewoon het fenomeen, als ik stap, als ik beweeg, dan moet ik, om u te blijven fixeren, mijn hoofd draaien. Dus dat is het parallaxbeweging, de schijnbare beweging van de omgeving omdat wij bewegen. Bewegen wij? Ja, met de zon. Met de aarde, sorry, rond de zon. Hè? En dus een bepaalde ster zien we vanuit een ander perspectief. En hoe dichter de ster staat, hoe groter dat hoekverschil is gedurende het jaar. Hè?
Datzelfde als we langs de weg kijken, de bomen dicht bij de weg, die komen snel binnen en buiten ons gezichtsveld. Een kerktoren op grote afstand blijft nogal lange tijd in dezelfde richting staan. Hè? Zo. Dus het is door die hoekverandering te meten dat we de afstand kunnen bepalen. En dat doen we. Dat is de basismanier om afstand te bepalen. Men noemt dat nog altijd de parallax. Wel, dat was de tijd van Hipparchus, 150 voor Christus. Daar had men een nauwkeurigheid van, ja, van 1000 boogseconden. En niet vet, hè. Vandaag, voilà. Dus dat is allemaal vooruit gegaan, stapjes per stapjes. Waarom is dat vooruit gegaan? Tycho had al iets betere instrumenten, ja. En dus Vlaams die nog, erge landen nog. Hier heb je dus inderdaad het begin van de ruimtevaart. Dan heb je Hipparchos gehad. En daar zitten we al, kijk eens. He, dus dat is 1985 of zo. Daar zitten we al, ja, eigenlijk al 100.000 keer beter. He? Goed. En nu met Gaia gaan we, hopen we, 10 miljoensten van een boogseconde te hebben. Dus we kunnen die posities, de richtingen naar die bomen dan langs onze weg, he, kunnen we steeds nauwkeuriger schatten. Dat betekent dat we de afstanden steeds nauwkeuriger schatten. Maar dat gaat niet zomaar over 2 keer zo goed. Het is in die periode echt nu met Gaia, die er nu is, die nu bezig is, het is een factor 10.000 ten opzichte van wat we 50 jaar geleden hadden. Dat is absoluut, dat is misschien een beetje overdreven. Hè? Dus, want 10, ja, kijk, wel, als we het hier zien, ja, misschien toch wel, hè. Ja, inderdaad, maar 10.000 keer dat, dat zou 0,01 zijn, jawel, hè. Of nee, 0,1, ja, goed. Ja, inderdaad. Ja, want 0,1 boogseconde, dat is al heel, heel scherp. Want door de atmosfeer wordt het beeld van een ster een beetje dus vertroebeld en de ster is groter dan 0,1 boogseconde. Goed. En natuurlijk, die afstanden kunnen we beter bepalen. En nu beginnen die Gaia-satelliet is nu heel actief. Hipparchos heeft belangrijke dingen gedaan. Het is dankzij Hipparchos dat het probleem van de ouderdom van de bolvormige sterrenoven is opgelost. We gaan daar nu niet te diep op in. Met Gaia zijn we nu inderdaad al bezig met steeds meer nauwkeuriger parallaxen te hebben die bepaalde problemen serieus oplossen. En niet alleen parallaxen, maar ook, dus hier heb je Gaia, dus die gaat eigenlijk nauwkeurige parallax kunnen meten als wij hier staan in de Melkweg. Dat is het centrum. Nu kunnen we eigenlijk dankzij met Hipparchus kunnen we in dit bolletje nauwkeurige dingen doen. Met Gaia gaan we tot in het centrum van de Melkweg heel nauwkeurige parallaxen hebben. En iets minder nauwkeurig tot aan de buitenkant. Hè? En dat zijn nu al de metingen van de hemel door Gaia. Ik ga niet helemaal uitleggen hoe dat het allemaal werkt. Misschien toch nog één woordje daarover ook. Hè? Dus er komt van alles uit met Gaia. We bepalen heel nauwkeurige posities. Ja. Maar we doen dat gedurende een jaar of 5. En die posities veranderen. Hè? Dus het fenomeen wat Halley opmerkte van Arcturus, die sinds Hipparchos dus in bijna 2000 jaar over 2 maandiameters was verplaatst. Ja, goed. Ja, over 5 jaar is dat natuurlijk veel minder. Hè? Dat is dan maar 2000ste van een maand van 2 maanden, dus 5000ste van een maanddiameter. Hey, dat is al groot hoor. Maar dus kunnen we nu. Dus ja, de tijdschaal van Gaia is 5, gedeeld door 2000. 400 keer kleiner, want de nauwkeurigheid is 10.000 keer beter. Dus we kunnen die positiebepalingen veel nauwkeuriger doen. En voor miljarden sterren. En dat doet men, en dan kan men zien hoe dat heel onze, dat wordt stelkens aan duidelijk, heel onze Melkweg is een conglomeraat van allemaal belangengroepen of groepjes sterren die samen op weg zijn. Nee, verschillende groepjes. En wij weten vandaag, we vermoeden vandaag, uit, dus niet alleen onze Melkweg, maar ook andere Melkwegen, dat sterrenstelsels evolueren door het opeten van anderen. Vroeger had je minder kleine. Dus de sterrenstelsels komen in elkaar en dus we hebben daar dat sterrenstelsel gezien waar een het ander aan het opeten is, maakt dan veel sterren en het is dan tijd om de volgende op te eten. En dus ons sterrenstelsel is in zekere zin ook de geschiedenis van allerhande merging fenomena, dus waar we andere melkwegstelsels hebben opgenomen, maar die anderen komen allemaal dezelfde richting en hebben nog in zekere zin gemeenschappelijke snelheden mee. Ze blijven, natuurlijk, ze lopen niet rechtdoor, ze draaien mee, maar we zien in onze melkweg,
We kunnen, hè, dus als we kijken naar de snelheden van alle sterren in die en richting die en in die, zien we clustering van groepjes met die snelheden, met die snelheden, met die snelheden, die we interpreteren, en dat is nogal evident, als telkens verschillende oorsprong, hè, dus verschillende gebeurtenissen van een ander stukje van onze huidige Melkweg dat toen is opgenomen. En door te zien hoe die snelheden al een beetje veranderd zijn, want door botsingen of door interacties met anderen had die orde daar geleidelijk aan uit. Door te zien hoe de dispersie is, zoals dat we noemen, kunnen we een beetje een idee hebben van hoe oud ze zijn. En we kunnen dat ook zien door de spectra en dergelijke meer. En dus je ziet, ja, we kunnen eigenlijk de hele geschiedenis op een duur van onze Melkweg benaderen. Is dat nu zo geweldig interessant? Ja, wel, het op zich, omdat onze Melkweg is, hè, maar het is natuurlijk niet de bedoeling om van dus alle Melkwegstelsels overal in het heelal, heel die gedetailleerde geschiedenis te hebben, willen wij uiteindelijk. Maar ja, goed, in ons dorp willen we toch wel weten wanneer dat de Kelten hier gekomen zijn en wanneer dat. Hè, het is een beetje zo. Dan kunnen we die nauwkeurige posities ook met radiosterren kunnen we dat eigenlijk heel wat beter doen. En dat heeft te maken met het feit dat we telescopen aan elkaar kunnen binden op heel verschillende plaatsen. We hebben licht dat komt van een bepaald object, hè? Van heel ver. Nee, neem nu dit object, het licht komt. En dus we zien dezelfde, ja, dat komt van oneindig ver, dus dat zijn zo'n evenwijdige stralenbundel. En die zijn telkens aan elkaar, hè? Dus dat, we zien hier hetzelfde als daar. Als dat hier vanuit die richting komt, met twee telescopen die eigenlijk een beetje daar een hoek mee maken, dan gaat dat eerst hier verschijnen en dan daar. Goed. En als je die twee optelt, en stel dat, ja, dan ga je eigenlijk wel, wat je hier optelt is dat hier, maar wat je hier optelt is eigenlijk hetgene, ja, ik zeg maar, hè, al hier was, dus dat is het lichtsignaal van een beetje tevoren. En het licht gaat op en af. Laat ons zeggen dat dat verschil in lengtepad juist een halve golflengte is, dan ga je waarbij de ene een maximum ziet, bij de andere een minimum zien. Totaal niks. Als dat een volledige golflengte is, dan versterken ze die elkaar. Dus wat is belangrijk? Dat die afstand hier, het afstand tussen de twee zo, hè, tussen de twee telescopen hier, ja, dat dat een geheel aantal golflengtes is. En voor bepaalde richtingen zal dat zo zijn, voor andere niet. En dus wat we eigenlijk zien door met twee telescopen, of met drie, of met tien, of met 100 tegelijk te kijken, is een licht vanuit verschillende richtingen, waaruit wij constructieve interferentie noemen, dat zien in bepaalde richting. En vermits dat we de afstand tussen die twee telescopen goed kennen en die hoek goed kennen, kunnen we echt heel nauwkeurig bepalen welke richtingen dat zijn. En in principe kun je dat voor elke golflengte doen. Maar je moet natuurlijk, wat je goed moet weten, is hoe wat die afstand is. Hè? Hè, want het gaat over afstanden die vergelijkbaar zijn met de golflengte hier. Hè? Ja. Dus je moet die nauwkeurigheid van je afstand kennen. Ja, je moet ze nauwkeurig kennen met de nauwkeurigheid van de golflengte. Of anders weet je niet in welke richting dat je juist die interferentie ziet. En dat gaat voor radiogolflengte. Hè? Want we hebben gezien dat dat tot kilometers gaat. Of meters. Dat centimeters gaan. Dat gaat in principe voor alles. Maar ja, nauwkeurig gemeten. En we zijn er weer. Hè? Dus die nauwkeurige positiebepaling van de telescopen stelt ons in staat om steeds naar kortere golflengtes te gaan. Of voor de mogelijkheid om telescopen ook verder van elkaar te zetten, helpt ons ook voor de radiogolflengte. We gaan het daar eerst over hebben, hè, want tegenwoordig is het dus zo dat we kunnen dus radiotelescopen niet gewoon twee naast elkaar, maar radiotelescopen over de gehele wereld met elkaar verenigen. Ja? En dus die zien dan elke en dus de manier waarop de bron interfereert in één richting en niet in een andere, telt ons dan, zegt ons hoe dat die bron eruit ziet. Dus hier gaan we iets, als we die twee vergelijken, gaan we iets leren over de bron in die richting. Als we die twee vergelijken, iets over de bron in die richting. En als we uiteindelijk een heleboel telescopen hebben, gaan we min of meer de hele bron in kaart kunnen brengen. Dat is het idee. En voor radiotelescopen kunt je dat, omdat die positiebepalingen zeer nauwkeurig zijn, ten opzichte van de golflengte. En je hebt dan het grote voordeel dat je die over de hele wereld kunt zetten, want met GPS-systemen kun je die positiebepalingen goed kennen. Goed?
Maar wat is het eerste resultaat dat men daarvan genomen heeft? Dan heeft men gezegd, hé daar, als ik naar dezelfde bron kijk, 2 jaar na elkaar, dan is precies mijn afstand tussen mijn telescoop hier en mijn telescoop daar veranderd. Het is inderdaad zo, 10 centimeter per jaar, namelijk de continentendrift. Dus zo dat je dat eigenlijk vindt. En dus dan heeft men dat toegepast op alle soorten bronnen. En dan hebben we dus die fameuze quasars gehad. Waar we dus, of de radiomelkwegstelsels, waar je dus hier in het centrum, dus je hebt hier gas dat door magneetvelden straling uitzendt. En als je dat hier vergroot, dan zie je dat dat eigenlijk voortdurend nieuwe gas wordt uitgestoten. En dat verandert in de tijd ook. En men heeft dat dus heel nauwkeurig kunnen meten. Kunt je ook heel diep in de sterrenstelsels gaan kijken en dus de schijven daarin zien. En dan gaan we steeds verder, proberen we naar steeds kortere golflengtes te gaan. Want die radiogolflengtes, daar kunnen we technisch wel mee meten, maar we moeten wel radiostraling hebben. Hè? En die radiostraling, daarvoor moet je magneetvelden hebben enzovoort, maar een typische ster, daar hebben we niet zoveel radiostraling van. Infrarood is al interessant. En dus misschien wel vandaag het meest performante astronomisch instrument is wat we hier hebben, ALMA. De Atacama Large Millimeter and Submillimeter Array. Dus in de Atacama woestijn in Chili. Een fantastisch instrument. Absoluut ongelooflijk in het nabije infrarood. En dus die, verre infrarood en submillimeter gebied. Dus daar kan het. Daar kunnen we de posities van de telescopen met een fractie van een millimeter nauwkeurig bepalen. Hè? En men heeft daar een heel droge atmosfeer, zodanig dat dat submillimeter er goed door kan. We zitten in dit gebied van het spectrum, ziet je? Ai. Hier is er wel heel veel absorbeerd door onze atmosfeer. En wie is vooral de schuldige? Water. Water. Hè? Moleculen van water in de atmosfeer absorberen. Dus waar ga je? Waar het droog is, en hoog, en koud. Waarom koud? Omdat dan het water ijs is, hè? En niet moleculair. En daar heb je dan, dat is nu een van de dingen, dat is ongelooflijk. Dit is dat is minder dan een jaar oud. Dat zijn dus de schijven rond jonge ster. Dus we weten, weet het nog, ik heb het al gezegd, 50 jaar geleden dachten we dat een sterrenstelsel geboren is. Dat ons zonnestelsel op een merkwaardige manier geboren is doordat er een andere ster is langsgekomen en een hoop gas heeft losgemaakt. Vandaag weten we, alle sterren worden geboren met schijven. En dat heeft met simpele fysica te maken. Want een ster is iets wat samentrekt en als iets dat draait samentrekt, gaat steeds harder draaien en wat in Deventer zit, komt in een schijf terecht. Goed, en dat is wat hier gebeurt. En die schijven, daarin beginnen dan die planeten te vormen. En we zien dus nu inderdaad, we zien niet zomaar die schijven zelf. We zien ook gebieden met donkerdere, lichtere. Hier is er dus duidelijk meer gas. Maar in het stof daarin worden de planeten gevormd. En we zijn niet zeker of dat de planeten in de donkere dan wel in de lichte gebieden zitten. We zijn er nog niet uit. Het is nogal een moeilijke geschiedenis. Maar eigenlijk, dat is nu heel erg nieuw, met die heel nauwkeurige, scherpe technieken, kunnen we dus die schijven rond die jonge sterren oplossen. En natuurlijk, het is telkens een andere ster met een iets andere beginvoorwaarden, die wat rapper of wat trager draait, in een andere fase van haar cyclus, want dat duurt miljoenen jaar, en zien we nu misschien na 3 miljoen jaar, en de andere na 17. Maar het is natuurlijk met al die verschillende gevallen samen te brengen dat we geleidelijk aan de mogelijkheid hebben om het probleem van planeetvorming echt experimenteel te gaan bepalen. En nog nabijere infrarood dan, hebben we op ESO, en dat is dan niet zo ver van ALMA, op Paranal hebben we die 4 telescoopjes die door België gemaakt zijn, maar ook die 4, die kunnen eigenlijk ook optisch met elkaar interfereren. En dus je ziet misschien dat die hier ergens die staan op een rij, dus eigenlijk kunnen die zo bewegen, zodanig dat we de posities onder elkaar kunnen veranderen, dat we dus geleidelijk aan prentjes kunnen maken. We iedere keer andere richtingen aftasten tot we het hele prentje klaar hebben. Dus dat lukt ook al. Het merkwaardigste resultaat is natuurlijk onze goede vriend hier, het zwarte gat in het centrum van onze Melkweg. Dus hier zit het. Waar is het zwarte gat? Hier. Dat is geen meting, hè? We zien dat, maar daar draaien sterren rond. Daar draaien sterren rond. En
Eén is S2. De fameuze ster S2. Star 2. We moeten zien. In 92 zat hij hier. 2002 daar. Ja, dat is al oud, hè? Dat is oud. 20 jaar geleden. Goed? En meer. Dus in 2006 zat hij weer hier en nu. 2016 zit hij hier, hè? We zien het. 2018, sorry. He, dus hij is alweer een ronde verder. Dus hij heeft ongeveer 15 jaar periode. Dat is de periode van Jupiter. Als we zien de afstand, he, dus de grote lengte van de baan, is zeer ver van ons. Dus twee lichtdagen is dit. Dus laten we zeggen, de halve grote as van de baan zal er wel een stuk of 5 zijn. Goed? 5 keer 5 lichtdagen. Wacht, Jupiter, hoe ver staat die van de zon? 5 keer zover als wij 8 minuten, 40 minuten. 40 lichtminuten is de baan van Jupiter met een periode van 15 dagen. Hier is de baan 5 lichtdagen. Hoeveel keer kan 40 minuten in een dag? Anderhalve keer in een uur, maal 24, 36, maal 5, 180. Dat wil zeggen 200. Dus, nee, 180 is goed. We gaan er geraken. Dus, de baan is 180 keer groter. Dan de derde wet van Kepler, hè, dus die geeft ons verband tussen de omloopsperiode en de grootte. We hebben dezelfde omloopsperiode. Goed, dus wat schiet er nog over? De massa. Hè, dus het is de massa die verschillend is. Ingedeeld door de omloopsperiode in het kwadraat is gelijk aan de massa gedeeld door de halve grote as tot de derde. De omloopsperiode is dezelfde. De halve grote as is, dat wil zeggen, tussen de 100 en 200 keer groter. En de periode is niet helemaal hetzelfde. Hè? We nemen 100, kom. A tot de derde is 1 miljoen. Dus die massa moet 1 miljoen keer groter zijn. Het is iets meer dan 100 en het is hier niet helemaal 15. Eigenlijk, het antwoord is, de massa van dat zwarte gat is 4 miljoen zonsmassa. Goed. He, zo kun je dat bepalen daarmee. Moet je zien, dus dat is wat we dus... We waren daar al ongelooflijk van onder de indruk. Pas op, dit is hier op een afstand van 8 kiloparsec. Dus dat is van de orde van 30.000 lichtjaar. Bepalen wij zo een baantje van 15 jaar. Hè? Goed. Maar je ziet nog wel wat fouten. Wel, vandaag met die interferometers doen we het zo. Dat is de meting die Gravity heet het instrument. Gedaan heeft en op zijn dicht hier enzovoort. Maar met een fantastische nauwkeurigheid die ons opnieuw toestaat, want dat gebeurt al dikwijls, om de speciale effecten te kennen van de algemene relativiteitstheorie die belangrijk is voor dat soort grote gravitatievelden. We hebben hier fantastische metingen om dus die algemene relativiteitstheorie weer te kennen, maar ook om alle soorten andere testen nog te doen. Maar uiteindelijk ook weer om ons af te vragen, maar hoe komen die sterren daar en dergelijke meer? Hè? Maar goed, ja, hier hebben we ook weer zoiets. U hebt het allemaal gezien, hè? Dit. Hè? Hè? Dus de schaduw van het zwarte gat. Hè? Dus in het centrum van de Melkweg M89 of M87. Kijk eens hier, waar is dat gemeten? Hier, dat is Hawaii. Hier hebben we Mexico, dat is Arizona. Hier hebben we Spanje, Iran, Frankrijk. En dan hebben we hier, ook in Groenland is zij gemeten. Hè? En hier in Chili ook met Alma en Apex, die er vlakbij staan. Dus ook zo'n soort interferometrie. Maar nu, dus bij golflengtes van de orde van millimeter, submillimeter. Hè? Dus we hebben al zo'n interferometrie gehad wereldwijd bij radiogolflengte, maar die zijn van de orde van centimeters. Hè? Goed? Nu gaan we heel wat kleiner, dus die metingen zijn nog zoveel moeilijker, nog nauwkeuriger. Hè? En dus voor de radiogolflengtes heb je het voordeel dat je dus gemakkelijker de nauwkeurigheid behaalt. Het nadeel is dat je alleen maar die lange golflengte hebt. En hier heb je het voordeel van de kortere golflengte, want hoe korter de golflengte, hoe fijnere details dat je kan zien. Maar je moet er natuurlijk wel de technologie voor hebben. En het is gelukt. He, dus het zwarte gat is hier en dus de schijf die dan naar ons toegericht is en hetgene ervan weg was. Maar dat lijkt zomaar als een gewoon prentje. He?
Ja? Maar eigenlijk is dat, ja, we hebben het gezien, je moet al die basislijnen, dus met elke twee telescopen hebben we een bepaalde combinatie die we zien. En die we niet zouden zien als die telescoop er niet was. En dus dat is één ding, je moet daar rekening mee houden, maar het is ook zo dat dat object aan de hemel verandert. Hè? De richting verandert. Ja, en als we teruggaan naar ons figuurtje van een eindje geleden, hè, dus ja, wanneer hebben we interferentie? Hè, dus als dit hier juist een halve golflengte is. Maar als het object lager staat, zal dat dan meer zijn, hè, of minder. En gaat de interferentie in de bron een ander stukje zijn. Hè? Dus je ziet in functie van de dag een ander stukje van de bron. Hè? En je moet al die dingen samenhalen. Maar wat ik je wilde tonen is, daar sta je toch ook op, een beetje reclame voor onze Europese Zuidelijke Sterrenwacht. Zo hebben we het uiteindelijk gehad. Dit is wat we zouden hebben als die telescopen hier er niet bij waren. Hè? Dus zonder ALMA en APEX zouden we zeggen, tja, daar is iets raars. Nu hebben we het gewonnen. Hè? Hè? Dus je ziet, hoe meer telescopen samen, hoe beter. Dat is voor die nauwkeurige positiebepaling. En het optisch kunnen we dan nu stilletjes aan ook. En zo kunnen we soms planeten zien. Dus we hebben al positiebepalingen. We hadden eerst golflengte intervaluitbreiding. Nu wil ik iets zeggen over de nauwkeurigheid van metingen zelf. He, dus gewoon hoe helder we iets kunnen bepalen. Hoe nauwkeurig we iets kunnen bepalen. Wel, het zijn eigenlijk twee dingen. Gevoeligheid en nauwkeurigheid. Eerst de gevoeligheid. Dat hangt af van de grootte van de telescopen natuurlijk. He. Hoe groter de telescoop, hoe meer signaal je hebt. He. Goed. Ja, dus komt meer licht samen. Maar het hangt ook af van de gevoeligheid van de detector. Ja. Mijn oog, kun je kijken, maar iedere 30 seconden wordt een nieuw prentje begonnen. Hè? Dus met een detector heb je de gelegenheid om al dat licht op te tellen, zodanig dat het op den duur aangroeit tot meetbare hoeveelheden. Maar de eerste technieken waren van die ouderwetse fotografische platen, dus ontwikkeld in de 19e eeuw. Dat is toen een grote revolutie geweest, maar met toch de randvoorwaarden dat de efficiëntie daar gering van was. 1%. Dat betekent van de 100 lichtdeeltjes die invallen, is er eigenlijk maar één die door die emulsie vastgenomen wordt. Bij onze digitale telefoons hebben we van die CCD-camera's, hè, dus de vaste stof, hè, dus met de halfgeleiders, hè, technieken, halen we de 100%. Niet over het hele golflengtebereik, maar steeds beter, steeds beter. Dus we hebben vandaag geprofiteerd van zowel betere detectoren als van grotere telescopen. En zo kunnen we natuurlijk veel, veel beter kijken. Hè. Ik kan je een voorbeeld geven. Dat is gewoon van de sterkte van ons detector. We hebben dat al gezien, ik heb het al gehad, quasars. Dat zijn eigenlijk ook de centra van melkwegstelsels waar er van alles samen zit. Hè. We hebben dit prentje een eindje geleden al gezien, hè. Dus de eerste quasar 3C273, die dus uit zijn centrum gas weg explodeert, dat dan verder terecht komt, misschien in de radiogolf. We zien dat hier een beetje ook in het optisch. Hè. Goed. Wel, dat was dus al meer dan 50 jaar geleden, hè, maar dat was van in de eerste helft van de jaren 1960 de meest spectaculaire ontdekking, de quasar. Waarom? Omdat die hadden spectra die men niet goed begreep, en dan is het Maarten Schmidt, hè, een Nederlandse sterrenkundige, die gezegd heeft, die spectra zijn heel simpel, dat is waterstof wat we zien. Maar waterstof dat veel roder is dan we denken, omdat het op een veel grotere kosmische afstand staat, hè, dus met de expansiewet van Hubble. Maar dat betekent als het zo ver staat en het geeft zoveel licht dat dat gigantische energiebronnen moeten zijn en dat was de grote verrassing. Maar dus dat artikel van Maarten Schmidt is een landmark paper geweest, hè, in de jaren 1960. En, ja, hoe hebben ze dat gedaan? Met Mount Palomar telescoop, de grootste telescoop van de wereld, 5 meter diameter. Gedurende 3 nachten naar elkaar. Dus ja, dus ze hebben natuurlijk de shutter van de spectrograaf dicht gedaan als het dag werd, hè, want anders zijn het alles kwijt. Nee, hè? Maar dus ze hebben dus die bron 8 uur gevolgd en dan gewacht. Morgen doen we verder en morgen doen we ook verder. Goed, en dan hebben ze iets gevonden. Dit is een spectrum dat ik zelf opgenomen heb met ons telescoopje van 1,20 meter op het Canarische eiland gedurende 1 uur. Met 10, hè? Dus de telescoop 5 keer kleiner in diameter. Dus 25 keer kleiner oppervlak. En pas op, nee, het zijn eigenlijk de 3 spectra van 1. Dus 3 spectra superponeert telkens 1 uur. Dus laat ons zeggen, hè, oh, maar ja, goed. Wel een factor
100 minder fotonen dat ik krijg, omdat mijn telescoop kleiner is, omdat ik minder lang kijk. Maar gewoon een detector die veel beter is. En dus nu kun je zo'n dingen doen. Hè? Dus dat is hier H-alpha en dat is H-beta en dat is H-gamma voor degenen die dat willen weten. Goed. Dus dat is gewoon om een beetje reclame te maken voor ons eigen telescoopje. Ja, we gaan met kleine telescoopjes nu dingen doen dat we 50 jaar geleden met de grootste telescopen moeten doen. Die dingen zijn ook wel 50 jaar geleden gebeurd. Hè? Dus je doet natuurlijk altijd de dingen die je vroeger niet helemaal kon doen. En dat is dan vooral dieper en dieper in het heelal gaan. Hè? Zwakkere objecten, betekent verdere objecten. En dan kunnen we tot in de dieptes van het heelal melkwegstelsels vinden. En dus vroeger, ja, 50 jaar geleden, de meest veraf gelegen melkwegstelsel, maar dat is, sorry, dat is onze nabijheid, hè. Dus de wereld beperkte zich, ja, de wereld van de Antwerpenaar beperkte zich tot aan, misschien Mechelen, maar dat is, vandaag is dat nog zo zeker bij sommigen, maar, ja, goed. Hè, maar nu zitten we al aan de maan, hè. Ja. Goed, excuseer, ik kan het niet laten, dat is niet netjes. Dus we kunnen die vroege melkwegstelsels, die, ja, verre melkwegstelsels, die ook vroege melkwegstelsels zijn, goed meten. En dan nauwkeurigheid van metingen. We hebben hier al gehad over gevoeligheid, hè? Hoe zwakke signalen we kunnen zien. Nu is het voor een gegeven signaal, met hoeveel zekerheid kunnen we de meting doen? Hè? Dus hoeveel ruis zit erop? En dat hangt natuurlijk af van het signaal zelf. Maar dat hangt toch ook af van de detector. Kijk, hè, dus dat is dan de typische manier om door transit, zoals we dat noemen, planeten te vinden. Hè? Hè, dus dat is eigenlijk de eerste zo'n meting die gebeurd is. En dan zie je, ja, hè, dus het signaal gaat van 1 naar 0,98, dus ongeveer 2% van het oppervlak van de ster is bedekt door de planeet die hier voorkomt. Hè? Dus hier zit de ster, de planeet nog links van de ster, zien we de ster helemaal, maar plotseling verduistert de planeet een beetje en dan komt ze weer uit. Zo kunnen we planeten vinden. Vanuit de ruimte zien we dat heel wat nauwkeuriger. Heel wat nauwkeuriger. En ja, dat is natuurlijk heel wat mooier om dat zo te doen, maar wat dat ook mooier is dat je dan kleinere planeetjes kunt zien natuurlijk. Hè? Goed. Hè, dus als je de methode verbetert, zie je niet alleen dezelfde planeten veel beter, maar je ziet andere planeten die je anders niet zou gezien hebben. Dus in, ik denk 11 november is er weer een overgang van de planeet Mercurius over de zon. Ik weet niet of je het van hier kan zien. Het is op het Canarische eiland, weet ik dat ze daarna gaan kijken. Maar we hebben dat een paar jaar geleden ook gezien. Ziet dan dat heel klein zwart puntje. Hè? Wel, hier is eigenlijk, zie je zoiets op de zon. Hè? Gewoon aan het feit dat de zon een beetje minder helder is. Hè? Globaal genomen. En het leukste van al die foto's is dan deze hier. Ja, dus kijk, wat heb je hier? Hier gaat het een klein beetje weer omhoog. En je ziet, hier is er ook... Hier, loopt het een beetje naar beneden en dan meer naar beneden. Hoe komt dat? Omdat er twee planeten zijn. Hier zijn twee planeten. En hier, ja, deze, of een van de twee is eerst, die begint al te eclipseren en hier eclipseren ze alle twee. Dus het gaat rapper naar beneden. En dus zitten ze hier samen ervoor en dan komen ze weer uit met nog meer symmetrisch. Maar wat is er hier gebeurd? Waarom is die plotseling weer iets hoger? Het is niet naar omhoog gegaan, het is minder naar beneden gegaan. Want de ene planeet is voor de andere gekomen. He, dus de diepte van de eclips is gelijk aan de oppervlakte die bedekt is. En hier plotseling was het minder diep omdat er minder bedekt is. Dus wat hebben we hier gezien? De bedekking van een planeet door een planeet. Allee, geweldig, hè? Crazy, hè? Ja. Maar ja, als we het dan hebben over planeten, onze Belgische Trappist 1. Dat is er een, ja, dus dat is absoluut geweldig, dus die, ja, we mogen er trots op zijn, hè, dus die heeft permanente eclipsjes. En uiteindelijk, hè, en dan ziet je deze eclips en deze en deze en deze, die zitten allemaal juist op dezelfde afstand, dat zal wel dezelfde zijn, hè, die periodiek terugkeert. Haal die data daar dan uit, dan zeg je, ja, maar ik heb hier nog een eclips en hier zat er eigenlijk nog een stuk en dan daar en je vindt een tweede, een derde, een vierde, een vijfde, een zesde, zeven planeten. En dan heb je al die eclipsjes verklaard. Dan kunnen we, ook door de helderheid van sterren zeer nauwkeurig te meten, kunnen we eigenlijk kleine intrinsieke veranderingen van de sterren meten, die we door het, als gevolg van de trillingen die sterren ondergaan. Dat is een kernonderzoeksonderwerp van onze groep in Leuven, hè. Enfin, degene die die groep leidt, is een oud lid van Urania, misschien nog altijd lid, hè. Kon die aard zijn, dus goed. Die dus daar ja, van, zelfs een Frankie-prijs voor gekregen heeft, dus goed. Dat is heel belangrijk uiteraard, hè, maar ik ga daar nu niet te ver op in. Naast die
manieren om planeten te vinden via transits, hebben we nog een tweede manier. Dat is door de snelheid te meten. Want als een planeet rond een ster draait, ja, dan trekt die ster aan de planeet, maar eigenlijk trekt de planeet ook een beetje aan de ster. Wij trekken ook een beetje aan de zon. Alleen de zon trekt veel harder omdat ze veel groter is. Maar eigenlijk draaien we rond een gemeenschappelijk punt dat ergens tussen ons twee zit, het massacentrum. Maar de massa van de zon is 300.000 keer groter, dus de afstand tot dat punt is 300.000 keer kleiner dan voor ons. He? Massa maal afstand is constant. 300.000 keer kleiner, dat betekent nog 500 kilometer en de zon is 700.000 kilometer, dus dat is diep in de zon. He? Maar als we een iets grotere planeet hebben, zoals Jupiter, dan trekt die wat harder. En staat die wat dichter bij de planeet, dan trekt die ook harder, want dan is de aantrekking groter. En dus, als wij de planeet helemaal niet kunnen zien, want die is veel te zwak naast haar ster, dan zullen we zien, tja, die ster die beweegt met een bepaalde periode en een bepaalde snelheid. Er draait iets rond, of ze draait rond iets. Ze draaien samen rond een bepaald massacentrum. Nu, is dat de eerste keer in de geschiedenis van de sterrenkunde dat we zien? Nee, dat is in de 19e eeuw ontdekt. Dubbelster. Die met twee rond elkaar draaien. Maar bij dubbelsterren heb je een grote massa die door een grote massa wordt aangetrokken, dus worden alle twee serieus bewogen. Dubbelsterren heb je altijd snelheden van de orde van tientallen kilometer per seconde. Maar als je zo'n object ziet waar dat de amplitude eerder van de orde van tientallen meters per seconde is, dan zeg je, hey, hetgeen die ster doet bewegen, hè, rond dat massacentrum is iets met een kleine massa. En dat is dan een planeet. Goed, en dat is de manier waarop we dus ook in eerste instantie veel planeten gevonden hebben. En dus je moet dus, om die planeten te vinden met die techniek, en zo zijn de eerste planeten gevonden, moet je nauwkeurigheden van de orde van 10 meter per seconde hebben. Om de positie van de aarde rond de zon te zien veranderen, is 10 meter per seconde niet genoeg. Want de snelheid waarmee de zon beweegt als gevolg van ons is 10 centimeter per seconde. Heel moeilijk te meten. Maar we doen ons best. En beter, en beter, en beter. Toen ik student was, was 1 kilometer per seconde, een half 500 meter per seconde begon dan door te komen voor sommige sterren en we vonden dat fantastisch. Vandaag zijn we aan 1 meter per seconde. En hier hebben we dus voor onze meest nabije ster, bij Proxima Centauri, de snelheid, met een periode van 11 dagen, maar dat is hier 1 kilometer per uur, dus je moet delen door 3 omdat je een meter per seconde te hebben. Dus door 3,6. Dus je hebt 3 meter per seconde amplitude zien we hier. 3 meter per seconde, dat kan ik lopen, hè? Ja? He, dus, wacht, hoeveel is dat? Zijn we ongeveer 11 kilometer per uur, hè? Dus dat gaat. Goed. Zo kunnen we meten en zo vinden we dus ook kleinere planeten, hè? En kunnen we dus metingen van planetenstelsels beter doen. En dan hier, dat vind ik toch ook heel leuk, pulsars. Hè? Dus die zijn ontdekt in de jaren 1960, eigenlijk 1965, ik denk 66, en dan hier geïdentificeerd 67. Enfin, dat is dan begonnen met, hè, dus de pulsars zijn ontdekt in radiosterrenkunde, maar dat zijn dan geïdentificeerd in de krabpulsar. Wat zijn dat? In eerste instantie radiobronnen, maar ook in zichtbaar licht zijn dat bronnen die piekjes uitzenden. Ja, goed. En hoe is dat? En het grappige is dat dat heel, heel korte tussenperiodes zijn. Het is van voor 50 jaar geleden was het al opgelost. Dat zijn snel roterende neutronensterren. Hè? Neutronensterren, de kleine kernen die overgebleven zijn van zware sterren die supernova geworden zijn. Typisch 15 kilometer groot. Maar bij een straal van, 15 kilometer groot, maar met een massa van anderhalf keer de massa van de zon. En die zijn ineengestort. En dus, ja, ook weer, hè, als iets dat draait ineenstort, gaat het heel snel draaien. Dus die draaien heel snel rond hun as. Ja. Goed. Maar die hebben zoals de aarde ook een magneetveld. En die hebben een heel sterk magneetveld. Want hoe komt een magneetveld tot stand? Door ladingen die snel bewegen. En daar heb je enorm veel lading, want alles is geladen daar, hè, dus, maar je hebt enorm grote bewegingen, hè, dus je hebt heel sterke magneetvelden. En die magneetvelden, die geven aanleiding tot eigenlijk aan de polen heel sterke straling. Hè. Dus je hebt van die magneetvelden, een beetje zoals bij, het is anders dan bij ons natuurlijk, hè, maar je hebt toch ook zo dat het pool licht aan de polen is bij ons. Hè. Goed, ja, hier heb je dus ook
Vooral waar de magnetische veldlijnen aan de magnetische pool komen, heb je dus het sterkste fenomeen. Maar pas op, de noordpool van onze magnetisch veld, dat is niet de noordpool daar waar Peary zeker op en nee, hè, dus noordpool, de geografische noordpool. Die is daar in zijn kan, of die is aan het lopen, hè, hij is nu in Siberië, hebben we terechtgekomen. En in het algemeen is dat daar ook zo. De magnetische noordpool valt daar niet in mee. Dus met andere woorden, dus die bundel draait rond die noordpool en beschrijft een soort van een kegel. Hè? Het is lastig en daardoor vertraagd enzovoort, maar goed, kijk. Maar dus als die bundel naar u kijkt, paf, ziet je het. En als het van u weg is, ziet je het niet. En dat zijn die pulsen. Hè? Dus die pulsen zijn de momenten waarbij het naar u kijkt. De tijdspanne tussen twee pulsen is de omloopsperiode. Nee, de rotatieperiode. En nu zijn er van die pulsaars met een rotatieperiode van milliseconden. He, dus de rapste die draait 700 keer rond zijn as per seconde. Hoeveel keer is dat per dag? 700 maal 86.400. Maar dat betekent eigenlijk dat je de periode daarvan ontzettend nauwkeurig kunt bepalen. Maar dan ook ontzettend nauwkeurig. Hoe? Nou ja, daar staat het. Hoe zit dat in elkaar? Als de periode, staat de periode 2 seconden plus iets, is, ja. Kijk, als je 50 perioden gemeten hebt, heb je 100 seconden gemeten. 100 seconden, maar de onzekerheid is op het begin en het laatste tijdstip. Hier ook. Maar dus, de onzekerheid blijft dezelfde, maar het aantal perioden vermeerdert maar door steeds langer te kijken. Goed? En dus, de nauwkeurigheid op de periode is gewoon de nauwkeurigheid op de eindstippen, tijdstippen van de uiteinden, gedeeld door het aantal pulsen. Maar moet wel u de taal niet kwijtraken, hè? Ja, en als je er 800 per seconde of 700 per seconde moet meten, was het nu 741 per seconde? Oh, dan erg beginnen. Hè? Nee. Dus men heeft uiteraard wel instrumenten om dat te doen. Hè? Timekeeping is belangrijk. Maar met die milliseconden pulsaar, die men dan gedurende jaren volgt, heeft men uiteindelijk een fantastische nauwkeurigheid. En dat is, ik kan zeggen, het is hier van 1994, toen waren ze nog maar een jaar of vijf bezig. Nu zijn ze al 25 jaar bezig. Dus vijf keer langer, dus de periode is nog 5 keer nauwkeuriger geweest, maar we zitten nog altijd aan hetzelfde laatste cijfer. Maar het grappige is, zo nauwkeurig kennen we die periode. En er zijn meer beduidende cijfers, en dat is een doordenkertje, dan de definitie van de seconde. He, dat is zoveel overgangen van cesium, he, dus, enzovoort. Dus ja, het cesium heeft er misschien, zeg maar, ik zeg maar 100 miljard of zo, het is misschien 100 miljard en 2, maar ja, dan is onze seconde met dat verkeerd. Maar we zeggen gewoon 100 miljard keer die cesiumatoom, of een 100 miljard van, nee, 100 miljard keer die tijdschaal, en zo doen we het. Dus eigenlijk zou hier een nauwkeurige definitie van de periode kunnen vinden, van de seconde kunnen vinden. Hè? Ja, je leert er zich beter toe, alleen is één nadeel. Je moet maar eens proberen 800 keer per seconde heel die bundel rond te dragen. Je wordt er moe van. En hij, de periode neemt af. Hij verliest energie. En je wilt een standaard voor de seconde die een natuurconstante is. Hè? Dat is het. We hebben het daar pas al gehad over exoplaneten. Hoe heeft men de eerste exoplaneten gevonden? Door pulsaars. Bij pulsaars. Hoe? Wel, als die pulsaar ook weer draait, als hij een planeet heeft, dan beweegt die planeet rond die pulsaar, maar die pulsaar draait ook rond de gemeenschappelijke massacentrum. Dus als de planeet al achter zit, zit de pulsaar dichter bij ons en omgekeerd. Als de pulsaar verder zit, komt de puls wel later. Als hij dichter zit, komt hij vroeger. Dus je hebt wat we noemen de pulsaarperiode min het gemiddelde. Dus als hij naar u toe komt, is de periode precies korter. Als hij van u weggaat, is de periode langer. Dus je kunt eigenlijk die verandering van positie zien. En als je dat hier ziet, ziet je dat die verandering te wijten is aan een dubbele sinus. En dat zijn gewoon twee planeetjes. En je kunt de massa ervan bepalen. En nu, dat vind ik spectaculair. Echt spectaculair. Dat is bij ons ook zo. In ons zonnestelsel. Wij bewegen ook. Als wij naar pulsaars kijken. We doen dat nu. En zelfs een maand later, als wij hier naar die pulsaar ginder staan. Ik sta nu hier en dan sta ik daar. Dan zie ik de puls ook vroeger, hè. Mijn eigen beweging zie ik ook terug. Dus men moet die beweging corrigeren. En soms heeft men, als men de positie van de pulsaar verkeerd bepaalt, heeft men ook een keer gedacht, ja, ik heb een planeet gevonden, maar men had de aarde terug ontdekt. Ja? Goed. Maar de eerste keer dat men daar echt op gekomen is,
heeft men gezegd, ja, nee, we hebben gecorrigeerd voor de aarde, maar er is nog iets. En dan heeft er iemand gezegd, ja, maar ja, dat is merkwaardig, hè? Die puls, die planeet heeft exact de periode van Venus. Ah ja, natuurlijk. Ja, ook Venus trekt dan de zon en zorgt ervoor dat de zon met wie dat wij mee draaien, beweegt. Dus eigenlijk, in die data van al die pulsars en alle richtingen zien wij in de timing de positie van al onze planeten. En dus, kijk, vandaag, hè, of vorig jaar is daar een artikel over verschenen over hoe men dat nu een keer allemaal samen gedaan heeft. Wel, de massa van het nu Jupiter en van het Saturnus systeem zijn zo'n die pulsars gekend met een nauwkeurigheid van 1 gedeeld door 10 miljoen. Kennen we zo de massa van Jupiter beter? Nee. Want al die rommel doen mee, hè, die daar rond zitten, al die planeetjes. Hè. Dus dat is de massa van Jupiter plus Ganymedes plus Callisto plus Io plus Europa plus heel de boel. Hè? Ja. Voor Saturnus hetzelfde. Maar het moet een keer helemaal gek worden. Ceres, kent wel eens Ceres. De grootste van de kleine planeten. Dus die heeft ongeveer ja, een iets meer dan een tienduizendste van de aardmassa. Ja? Goed? En we kennen natuurlijk die massa van Ceres goed nu. Omdat met Dawn is men erbij geweest en de satelliet is daar rond geweest en dat is een manier om de massa te bepalen, weten we wel. Maar met die methode, wel, laten we zeggen, de periode van Ceres zien wij in het netto resultaat van de timing van pulsars. En als je de redenering die we hier hebben toegepast daartoe past, dan zie je dat we eigenlijk die massa vinden met een nauwkeurigheid van beter dan 10%. Dat is ongelooflijk, hè? Ja? Een klein steentje dat daar rondloopt. Allee, op den duur gaan we zeggen, tja. Dus, die Chinezen, ik weet waar dat ze staan. Ze zijn bewogen op de maan aan de achterkant. Want ze staan een beetje meer naar hinder. Je ziet aan de massa verdeling in de maan. Enfin, dat is nog een beetje heel vroeg, hè. Maar ik wil met u mijn verwondering delen, dat mogen duidelijk zijn. Het aantal objecten, dat is ook iets wat dat belangrijk is. Waar dat we enorm mee vooruit gaan. Er zijn niet meer objecten dan vroeger, maar we kunnen er wel veel meer meten. Hè? Dus, en dat is iets waar dat die redelijk grote telescopen voor dienen. En satellieten zoals Gaia, hè, dus die meet altijd een hele hoop sterren tegelijkertijd, die gaat tot 10 miljard. Eigenlijk met optische telescopen, wat doen we? Ja, zeg, we gaan een keer naar Jupiter kijken voor. En kijk naar Jupiter. Maar daar staan een aantal dingen rond. Hè? Hij ziet die wel niet, maar je meet Jupiter of je meet een satellietje of je meet nog iets anders, maar niet tegelijk. Wilt je van het melkwegstelsel de roodverschuiving meten, je neemt een spectrum van dat melkwegstelsel, en dan misschien nog melkwegstelsel, en zegt, ja, wil ik dat? Ah, ja, ik ga dan naar daar, en dan naar daar, en dan naar daar, en dan naar daar. Wat hebben we vandaag? Multi-object instrument. Wel, we hebben camera's die om naar exoplaneten te kijken, waar je onmiddellijk al die sterren tegelijk ziet. Maar we hebben ook spectrografen waar je tegelijkertijd naar alle, enfin, naar een, tot een honderdtal, maar het gaat tot 10.000 gaan binnenkort, dat is ongelooflijk, hè? Galaxieën binnen het veld. En je meet die dan allemaal tegelijkertijd natuurlijk. He, want als je, dat licht valt ook op je spiegel van een telescoop en je moet maar zorgen dat je het ook in de spectrograaf krijgt door je optische vezels op de juiste plaats te zetten. En je moet natuurlijk zorgen dat je daarachter een spectrograaf hebt die 10.000 spectra tegelijk kan meten. He? Ja, dat is duidelijk. Maar daar werkt men aan. En kun je zeggen waarom? Ja. Omdat uiteindelijk dat de moeite waard is. Dus de ambitie komt in zicht om echt het heelal tot ook kwantitatief, maar heel veel melkwegstelsels in kaart te brengen. Als je nu 10.000 per uur hebt, in een nacht van 10 uur heb je al 100.000. In een jaar heb je 30 miljoen. Ja, maar dat is al veel hoor. Want men zegt altijd, het aantal sterren is oneindig groot. Hey, wacht, Abraham, 2000 sterren, oeh. Zoveel, je zult zoveel nageslacht hebben als de sterren zijn aan de hemel. 2000? Er zijn mensen met meer nageslacht dan dat. Enfin, die leven niet meer, maar Abraham is toch ook al van een eind geleden. Eigenlijk zijn er niet zoveel sterren. In onze Melkweg 100 miljard sterren. Mensen zeggen, oh, 100 miljard, 10 tot de 11. En hoeveel sterren zijn er in het heelal aan? 100 miljard Melkwegstelsels. 10 tot de 11e maal 10 tot de 11e, 10 tot de 22e ster. Met een beetje natte vinger weg. 10 tot de 22e, heel veel. Hoeveel atomen zijn er in 1 gram waterstof? 6 maal 10 tot de 23e, het getal van Avogadro.
Goed, dus geen mensen die dat allemaal gaan tellen. Men kent dat door de massa van het proton uiteraard. Hè, maar goed. Als je daar zo rekent, ja, neem nu Gaia, ja, die meet een significante deel van de spectra van de sterren in onze Melkweg en meet alleen de positie. Als wij met zo van die multi-object spectrographs, hè, waar, ik heb al gesproken over die sterren die dus in groepjes uiteenkomen voor een, door hun eigen bewegingen, hè, als we van al die sterren, we zouden graag van al die sterren spectra hebben om dan de samenstelling te zien of dat homogeen is, om dan de derde component van de snelheid ook beter te zien, en ga zo voort. Dit is allemaal haalbaar, dankzij het feit dat we die multi-object spectrografen hebben. Er komt nogal wat data uit, hè? Ja, dat is waar. En alles wat wij tot nu toe verteld hebben, is niet alleen schatplichtig aan de technologie van de detectoren, de instrumenten en de telescopen, maar de technologie ook van de besturing van de instrumenten, analyse van de data, hè? Dus de ICT-technologie, hè? Dus, en ook daar weten we natuurlijk, dankzij die fameuze wet van Moore, dat er een enorme vooruitgang geweest is. En ook daar zijn wij absoluut schatplichtig aan. En dan hebben we dus de dingen die erbij komen, de multi-messenger astronomy. Tot nu toe, hè, dus hebben we het hele elektromagnetische spectrum gezien. Maar eigenlijk krijgen we nu ook licht via neutrino's. En men meet dat dan door IceCube aan de Zuidpool. We zien op een bepaalde manier gamma-straal. Maar hier hebben we dan de gravitationele golven ook, hè. Die heel zware zwaartekrachtvelden aan het licht brengen. En dus het ideale is als er zo'n ontploffing, hè, dus zo'n samensmelten van twee neutronensterren in dit geval gebeurt, die we ook optisch kunnen zien. Dus dat is het geval. Het was zo, toch zo, ik vind dat een van de mooiste dingen van de laatste jaren. Dus we hebben twee neutronensterren die in elkaar komen. Wel nu, wat staat hier allemaal? Hier hebben we de tabel van Mendeleev. En ik zou daar toch iets over zeggen, want u moet weten, dit jaar is het 150 jaar tabel van Mendeleev. Hè? Grote feestdag. Wel, al die elementen worden in sterren gemaakt. Daar ga ik nu geen lange les meer over geven, maar dat worden in sterren gemaakt. Maar het merkwaardige is, dus ja, de sterren halen daar hun energie van. Hè? De zon maakt van waterstof helium en dan later misschien van helium een beetje koolstof en zuurstof, omdat dat energie opbrengt. En sterren die nog groter zijn, die gaan tot ijzer. Maar tot ijzer brengt het energie op en verder niet meer. En het is daarom dat de sterren, een keer als ze aan ijzer gekomen zijn, hebben ze geen energiebron meer. En als ze geen energiebron meer hebben, verliezen ze van de zelfgravitatie en storten ze ineen. En dan komen die neutronensterren bijvoorbeeld tot stand. Maar als wij zeggen dat alle sterren, alle elementen van sterren komen, dan begrijpen we dat voor die lichte elementen. Maar wat voor die zware elementen dan? Die moeten ook in sterren gemaakt zijn. Maar ik heb pas gezegd dat dat eigenlijk niet slim is van die sterren. Want ze... Ze willen energie, maar ze moeten er energie in steken. Nu, wanneer doe je dommigheden met je geld? Als je een erfenis doet en plotseling veel geld krijgt of zoiets, of je hebt de lotto gewonnen, laat het mij zo zeggen. En dan kun je wel een keer iets permitteren dat een beetje uit de toon valt. Hè? Wanneer doen sterren dat? Maken ze die zware elementen als ze enorm veel energie hebben. En dan dacht men dat dat altijd een supernovae was. Dat was één mogelijkheid, omdat daar inderdaad heel veel energie voorhanden is. Maar hoe het proces tot stand komt, is niet simpel. He, want ik zeg, het is veel energie, maar ja, proton per proton of neutron per neutron moeten die interageren tot die zware elementen. En dan was er ook een hypothese die eigenlijk al van 1979, denk ik, bestond, dat eigenlijk de neutronensterren daar een rol in spelen. He, want als twee neutronensterren dichter en dichter bij elkaar komen, dan gaan ze verliezen energie door gravitationele straling. Ze gaan sneller en sneller naar elkaar. En op een zeker moment gaan ze in elkaar over. En dan heb je nog geen zwart gat. He, want een zwart gat, daar kan je geen licht uitkomen. Uit je neutronensterren kan het wel. En je hebt dan wel een hele hoop neutronen die dicht bij elkaar zijn en die zware elementen kunnen maken. En bij het evenement waar ik het daar pas getoond heb, heeft men inderdaad aan spectra genomen. Dat is ongelooflijk, hè? Dus men ziet dat ontploffen, men moet ongeveer hinder zijn. Ja, die ster is. Men gaat spectra nemen en dan blijkt dat inderdaad het spectrum, hè, al die met typische absorptie- en emissielijnen, dat zware elementen zijn. Wijst op het bestaan van zware elementen. En zo heeft men dat gevonden. En zo op die manier weten we meer over de fysica van neutronensterren enzovoort. Dus om een beetje te zeggen dat het heelal eigenlijk op zich heel interessant is, maar steeds meer voor fundamentele fysica. We hebben hier het geval gezien van die kernfysica. Heel belangrijk is als testbed voor dingen die er gebeuren en ook voor de processen die zich afspelen.
Maar we blijven sterrenkundigen en we gaan nog wel nieuwe verwondering mogen ontmoeten op onze weg. Dank u wel.